Wat is een lees? Hoeflezen zijn vervelende beestjes die hevige jeuk veroorzaken. Maar ze zijn zeker geen schande. Iedereen kan ze krijgen. Zodra je merkt dat je hoeflezen hebt zitten, is het belangrijk om ze onmiddellijk te behandelen. Een hoeflees is een klein insect dat leeft tussen de haren van de mens. Een luis heeft 6 poten en is grijswit tot bruin van kleur. Hoofdluizen zitten bij voorkeur op warme, vochtige en donkere plaatsen, zoals achter de oren of in de nek. Ze klappen zich met hun pootjes stevig vast aan de haren. Zonder tussenkomst van de mens leeft een luis ongeveer 50 dagen. Een vruchtsluis, een hoofdluis legt meer dan 100 eitjes. Een luis loopt 30 centimeter in 1 minuut. En door het spiegel van de luis krijg je jeuk. Een hoofdluis is een klein insect dat tussen de haren van de mens leeft. Een luis heeft 6 poten en is grijs tot bruin van kleur. Een hoofdluis zit bij bevroren en warme plekken, vochtige en donkere plaatsen, zoals achter de oren of in de nek. Ze klappen met hun pootjes stevig vast aan de haren. Een luis voelt zich verschillende keren per dag door het zuigen van een kleine hoeveelheid bloed door de hoofdhuid. Tijdens de voeding komt de speeksel van de luis vrij, wat jeuk kan veroorzaken. Zonder bloedmaaltijd sterft de luis na 2 dagen. De levensconclusie van de luis bestaat uit 3 soorten: larven, nymfen en luis. Omdat de luis geen natuurlijke vijand heeft en het volwassen meeuwtje tot 1 eitje per dag kan leggen, kan de voortplanting van luizen leiden tot de besmetting van de volledige hoofdhuid. Luizeneetjes kunnen bovendien alleen uitkomen bij een temperatuur die hoger is dan waarin volwassenen luizen leven. Dat moet dus al gebeuren op maximaal 6 mm van de hoofdhuid. Vandaar dat neten vaak verward worden met roos schelfers die zich vastvechten aan de haarwortel. De vrouwtjesluis legt ongeveer 4 tot 8 eieren per dag. Betaald in haar hele leven zijn dat weer 50 tot 150. Een eitje ziet eruit als een tonnetje, maar is heel klein, maar 0,8 tot 1 centimeter lang en ongeveer 0,3 mm breed. Een volwassen luis leeft 30 tot 50 dagen. Als een volwassen luis niets te eten krijgt, dus in een kamer of op de vloer of in de trui zit, kan hij maar 2 dagen overleven. Neten houden het langer vol. Een deel van de neten kan het in een gewone kamer 6 dagen uitstaan. En hoe krijg je hoofdluizen? Hoofdluis loopt van hoofd naar hoofd. Hoofdluizen kunnen niet springen of vliegen. Hoofdluis verspreidt zich door van het ene hoofd naar het andere te lopen. Iedereen kan hoofdluizen krijgen. Kinderen en volwassenen, omdat kinderen tijdens het spelen knuffelen, vaak met hun hoofd dicht bij elkaar, lopen zij de meeste kans op besmetting. Hoe krijg je ze weg? Maak het haar zeer nat, strik het haar in met veel conditioner en strik het niet draaien. Kam met een onderkant van achter naar voren, dus van draaien. De nek naar het voorhoofd tot er geen knopen meer in het haar zitten. Kam met een blote kam van achter naar voren, dus van de nek naar het voorhoofd. Druk je kam tegen de hoofdhuid. Terwijl je kam is belangrijk dat de kam de huid raakt. Schuif naar alle kambeweging een stukje tot bij je onderoor. Kom bijna naar elke kambeweging aan wit keukenpapier en kijk of je luizen ziet. Je ziet ze mooi tegen de achtergrond zitten. Er luizen in, verwijder ze dan met een tandenstoker.